Het is een bekende foto op een identiteitskaart uit de oorlog die is teruggevonden. Er staat een man op met een totaal emotieloze blik en hij kijkt recht voor zich uit. Hij heeft diepliggende ogen, zijn haar is gemillimeterd. De bovenkant van zijn oren staan iets van zijn hoofd af. Hij heeft een breed ovaal gezicht. Augenfarbe grauw. De kleur van zijn ogen is grijs, zo staat op de kaart. Zijn hals gaat bijna helemaal verscholen in een zwarte hoge kraag van zijn jas. Hij draagt het uniform van een kampbewaarder. Op het identiteitsbewijs staat dat hij in kamp Sobibor gaat werken. En zijn naam staat erop. John Demjanjuk. Hij is een van de mensen die verantwoordelijk is voor de dood van Ilse Wagner. Het is 2 april 1943. De dag dat de trein met Ilse erin aankomt in Sobibor. En het is één dag voordat John Demjanjuk 23 wordt. Daar staat hij op het perron te wachten. Het is zijn eerste dag in deze nieuwe baan als Zugwachtmann. In deze podcast zijn we op zoek naar het leven van Ilse Wagner, een Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog. Bijna elke herinnering aan haar leven is door de nazi's weggegumd. Je luistert naar de voorlopig laatste aflevering van dit seizoen. Ilse was een vriendinnetje van Anne Frank, maar waar we over Anne best veel weten vanwege het dagboek dat ze schreef, wisten we tot voor kort zowat niets over Ilse. We zijn bijna de hele wereld over geweest om de laatste mensen te vinden die Ilse hebben gekend. We vonden oude vriendinnen, buurtgenoten, heel verre familie. Maar we hebben het gevoel dat we er nog niet helemaal zijn. Daarom gaan we verder. We gaan haar zoeken. Ik ben Patty Lou Middellane hier en samen met Richard Grootbot en schrijfster Jannie van der Molen ben ik op zoek. Dit is Weggegumd, een podcast van Audiodroom in opdracht van NH Media over de zoektocht naar Ilse Wagner, een verdwenen vriendin van Anne Frank. In de vorige aflevering waren we bij de laatste minuten van Ilse in Sobibor. Eenmaal naakt werden ze de Himmelvaartstrasse ingedreven. We spraken met Rosanne Kropman, schrijfster van het boek Het Donkerste Donker over vernietigingskamp Sobibor, de plek waar zeker 170.000 mensen werden vermoord. En die gaskamers, daar verbaasde ik me ook over hoe klein dat geweest is, dus dat hart van dat kamp. Een deskundige van het NFI kon ons in de vorige aflevering met professionele vergelijkingssoftware laten zien welke foto's van Ilse bij elkaar horen en welke niet. En dat de zesde meisje op die eerste rij de enige was waarvan de resultaat van de software aanduidt dat het Ilse Wagner is. Dat is even de stand van dit verhaal tot nu toe. Fijn dat je blijft luisteren naar deze zoektocht naar Ilse. Een zoektocht die toch nog niet helemaal voorbij lijkt te zijn. Want we beginnen deze aflevering met groot nieuws. In een shortcast, de korte flitsaflevering tussen de lange in, kon je al even iets horen over deze vrouw. How are you today? Helen Romain. Ze is 81 en een nog levend familielid van Ilse in Amerika. Voor de oorlog zijn een paar familieleden uit Hamburg geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Deze Helen is de dochter van Max Martin Levin, de neef van Alfred, en Alfred is de vader van Ilse. Maar daar komt bij, ze kende in Amerika ook oom Herbert. En dat is de broer van de moeder van Ilse, die al voor de oorlog uitbrak naar de Verenigde Staten is verhuisd. Zij kent de Amerikaanse familie van de vader en van de moeder van Ilse.
Hoe kan het toch dat er nog altijd familie van Ilse in leven is? We staan te stuiteren, want dit is meer dan waarop we ooit hadden durven hopen. Met één foto waren we al heel blij geweest, maar nu hebben we contact met iemand die alle familieleden van Ilse kent die naar Amerika zijn gevlucht. Helen woont in San Francisco. Zij had ook echt goed contact met de familieleden die uit Hamburg naar Amerika waren gegaan. Er waren bijeenkomsten, verjaardagen. Maar veel verhalen over de oorlog hoorden ze niet. We wisten wel het een en ander, maar vader vertelde vroeger thuis zo goed als niets over wat er in de oorlog allemaal was gebeurd, zegt Helen. I knew he was in a concentration camp, but no, he didn't talk about it at all. The only way we know what happened was in his memoirs. He wrote leaving his parents. He was very close to his parents. Then it was very hard. Sometimes my dad had nightmares about it. We wisten dat hij in een concentratiekamp had gezeten, maar hij sprak er niet over. We wisten alleen wat er gebeurd was uit de memoires die hij schreef, zegt Helen over haar vader Max Martin, die de neef was van Alfred. Memoires. Er zijn dus memoires. Toen hij zijn ouders in Duitsland moest achterlaten, was dat heel zwaar voor hem. Hij had ook soms nachtmerries, vertelt Helen. Over de oorlog hoorde Helen niet zoveel, maar het kan bijna niet anders of die herinneringen moeten bij familiereunies in Amerika voortdurend onder de oppervlakte hebben gespeeld. Dat zijn nou eenmaal de momenten waarop je het duidelijkste ziet wie er allemaal niet zijn. Welke familieleden zijn verdwenen. Niet alleen de ouders, maar bijvoorbeeld ook zijn zus Golda, de oma van Ilse. Als er op dergelijke momenten over moeilijke onderwerpen werd gesproken, dan ging dat ineens in het Duits, zegt Helen. You know, of course they talked English to us, but when they would be talking with their friends who were all German Jews, they would be talking German. En als je dan geen Duits spreekt, laat staan, verstaat, dan zie je misschien wel aan de gezichten van de volwassenen dat er ernstige zaken besproken worden. Maar meer weet je dan ook niet. En ja, we hebben haar natuurlijk ook gevraagd of ze misschien foto's heeft van de oorlogstijd. En die heeft ze. Verderop hoor je daar nog meer over. In deze aflevering praten we over de tijd na de dood van Ilse, na de oorlog. En we praten niet alleen over de daders, maar vooral ook over de mensen om Ilse heen. Hoe ging het verder met ze? Welke gevolgen had de dood van Ilse in een vernietigingskamp dan voor hen, voor de achterblijvers? Want we weten nu van Helen dat er ook achterblijvers waren van Ilse in Amerika. Om het trauma van die achterblijvers wat duidelijker te maken, laten we je een verhaal horen van Rosette Katz. Ze was weliswaar nog heel jong toen Ilse uit die trein stapte, want Rosette is van 1942. Maar toch heeft haar leven uiteindelijk op een paar verschillende manieren te maken gekregen met dat van Ilse. Maar goed, eerst het begin. Ik werd Rita genoemd. Dat was mijn onderduiknaam. Het is 1948. Eén dag voor haar zesde verjaardag komt Rita, een meisje uit Amsterdam, bij haar papa op schoot zitten. Hij moet haar iets belangrijks vertellen. Namelijk dat hij niet haar vader is. En haar moeder is niet haar moeder. Haar echte ouders hebben haar in de oorlog afgegeven en ze zijn vermoord. Haar werkelijke naam is ook niet Rita van der Weg, maar Rosette Katz. Ik werd door mijn ouders naar mijn onderduikouders gebracht toen ik 8,5 maand was. En uit veiligheidsoverwegingen hebben ze me toen die naam gegeven, want Rosette is een Joodse naam. De echte ouders van Rosette zitten in 1942 ondergedoken. Maar ze zijn bang dat er verraad dreigt. En wat gebeurt er dan met Rosette? Ze maken een enorm moeilijke beslissing. Ze geven hun kindje af aan mensen die ze niet kennen. Dat waren hele goede, eenvoudige, sociaal-democratische, humanistische mensen. Met een heel groot hart waarin een groot gat zat. Want ze waren 2 maal achtereen hun kind verloren. Waar de ouders van Rosette bang voor zijn, gebeurt ook inderdaad. Ze worden verraden en verdwijnen samen met een pasgeboren broertje van Rosette in de trein naar Westerbork. Een paar maanden later moeten ze naar Auschwitz, waar ze worden vergast. Rosette blijft Rita heten tot de oorlog voorbij is. Tot de dag
waarop ze dat gesprek heeft met haar onderduikvader. Het gesprek dat ze haar leven lang zal onthouden. Rosette weet het dan nog niet, maar ook haar grootvader Samuel, een koosjere slager uit Apeldoorn, is vermoord. Hij zat in dezelfde trein als Ilse en op 2 april 1943 werd ook hij de gaskamers ingeduwd. We komen straks bij dit verhaal van Rosette terug, want zoals gezegd heeft haar leven met dat van Ilse te maken gekregen. Waar ga je naartoe nadat je hebt meegewerkt aan de dood van tienduizenden mensen? Naar het land van onbegrensde mogelijkheden. Je begint een nieuw leven in Cleveland, Ohio, in de wijk Seven Hills. Bijna alles aan het huis van John Demjanjuk is grijs. De bakstenen, het betonnen trapje naar de voordeur, het grijze dak met de grijze dakpannen, de lamellen die voor de ramen hangen, grauw. Zoals op zijn papieren stond. Augenfarbe grauw. Demjanjuk zorgt ervoor dat hij niet opvalt in Cleveland. Tot in 1985 ineens de politie op zijn stoep staat om hem te verhoren vanwege mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden in Polen. Een lokale nieuwszender pikt het verhaal op en de grote nieuwsnetwerken volgen. Charges were filed today against retired Seven Hills auto worker John Demjanjuk. The charges state that Demjanjuk was a notorious executioner in the Nazis' systematic murder of more than 6 million Jews. The 66-year-old Ukrainian native is accused of being a Nazi death camp guard named Ivan the Terrible. The death camp guard who played a major role in the torture and... Gary Holodnak is de baas van de afdeling waar Demjanjuk jarenlang werkt, in de autofabriek van Ford. Daar werken veel immigranten die er heel zwaar werk doen in een gieterij waar gesmolten staal in mallen gegoten wordt. Het is er heet en er is enorm veel lawaai. Gary had nooit gedacht dat er iets met Demjanjuk zou zijn. Maar ja, er kan een sociopaat in je buurt komen wonen en je weet het pas als die je opeet, zegt Gary in een tv-serie over Demjanjuk op Netflix. Wanneer Demjanjuk wordt opgepakt, begint iedereen in de buurt over hem te praten. En niemand zegt iets slechts over Demjanjuk. Want het lijkt zo'n aardige man. Maar wanneer er wel degelijk documenten en getuigenverklaringen zijn, besluit een Amerikaanse rechter Demjanjuk uit te leveren aan Israël. Daar moet Demjanjuk zich verdedigen tegen de aanklacht dat hij Ivan de Verschrikkelijke is. Een kampbewaarder die in vernietigingskamp Treblinka Joodse slachtoffers mishandelde en ze naar de gaskamer stuurde. Shanoni Soet. Edelachtbare. Mijn naam is John Demjanjuk. John Demjanjuk. En de aanklager leest de aanklacht voor. John, you're being accused of being at Treblinka and participating. John, je wordt ervan beschuldigd dat je in Treblinka deel hebt genomen aan afschuwelijke misdaden in het vernietigingskamp. Wat is je antwoord op de vraag of je daar geweest bent en deelnam in deze misdaden? Zo waar God mijn getuige is, zegt Demjanjuk. Ik ben onschuldig, onschuldig en onschuldig. De rechtszitting wordt een paar keer onderbroken door gejoel vanuit de zaal. Hij is een moordenaar, roept een aanwezige vanuit het publiek. Totdat de rechter de aanwezigen vertelt dat ze stil moeten zijn. Dit is Ivan de Verschrikkelijke. Daar zit hij, recht voor me, zegt een van de getuigen. Maar een belangrijke getuige heeft tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Zo heeft hij in een eerdere getuigenis op papier verklaard dat hij Ivan de Verschrikkelijke bij een opstand in 1943 heeft vermoord. In de rechtszaal trekt hij dat weer in. En er is twijfel over de echtheid van de foto. Is dit wel echt Ivan? In eerste instantie wordt Demjanjuk veroordeeld tot de strop. Maar in een hoger beroep komen er verklaringen van andere kampbewaarders van Treblinka tevoorschijn, die een heel andere man beschrijven. Dan komt de uitspraak. We oordelen dat Wachman Demjanjuk onschuldig is. Vandaag, 29 juli 1993, zien we dat de menselijke rechter niet perfect kan zijn.
zegt de Israëlische opperrechter. De verklaringen van de overlevenden die Demjanjuk aanwezen als de dader zijn voor het gerechtshof niet genoeg geweest. Het is een bittere gewaarwording voor de getuigen. Eén ding valt wel op, en dat is hoe vaak de bewijzen tegen Demjanjuk in een andere richting wijzen, naar Sobibor. Ja, jij heet eigenlijk Rosette Katz. Het is 3 jaar na de oorlog en Rosette hoort dat ze in de oorlog als meisje van nog geen jaar oud is afgestaan door haar Joodse ouders, die haar op die manier hoopten te beschermen. Ze krijgt een onderduiknaam, Rita, en overleeft zo de oorlog. Haar Joodse ouders en haar broertje worden in Auschwitz vermoord. In de straat waar ze buiten speelt heten haar vriendinnetjes Annie, Willy, Gerdy en Corrie. Niemand heet Rosette. Haar onderduikvader legt haar uit waarom ze bij hen terecht is gekomen en niet gewoon bij haar ouders kon opgroeien. Daar werd door mensen gejaagd op andere mensen. Op mensen die Joods waren. En jouw vader en moeder waren Joden. Maar omdat ze niet wilden dat er met jou iets zou kunnen gebeuren, hebben ze jou bij mama en mij in veiligheid gebracht. En het is maar goed ook, want zij zijn dood, maar jij bent er nog. Maar je hoeft nergens bang om te zijn, want jij bent onze lieve Rita en je blijft altijd bij ons. En morgen ben je jarig, dan gaan we feest vieren, dan ga je naar school en we praten er nooit meer over. We praten er nooit meer over. Het is een zin die in het hoofd van Rita blijft hangen. Waarom praten we er nooit meer over? Blijft ze wel echt altijd bij haar onderduikouders? Waar hangt dat van af? En hoeft ze inderdaad nergens bang voor te zijn? Of juist wel? Op dat moment had hij mij veranderd van een blij, vrolijk kind in een angstig kind, want hij had me wel gezegd dat ik niet bang hoefde te zijn. Maar ik begreep er geen barst van, behalve dan als je ouders iets zijn, dan ben jij dat toch ook. En als je dood bent omdat je Joods bent, wat dat ook mogen zijn. Ik begon mij aan te passen aan iedere situatie. Ik durfde niet meer nee te zeggen tegen wat mij ook gevraagd werd. Ik durfde nooit boos te worden. Ik paste mij aan. Ik was het braafste kind ter wereld. Uit angst. En op school was ik de eerste van de klas. Uit angst. Pas jaren later durft Rosette grenzen te stellen, haar eigen identiteit en zelfstandigheid te ontwikkelen. Ze zoekt hulp. Ik was een meester in het verdringen van alles waar ik niet mee kon omgaan. En daar heb ik nu nog heel veel last van. Thuis blijft ze Rita heten. Maar in steeds meer officiële situaties, zoals op haar werk, blijkt dat haar naam eigenlijk Rosette is. Haar leven wordt steeds gecompliceerder. We vertellen het verhaal van Rosette onder meer omdat we ons wel eens hebben afgevraagd wat er met Ilse gebeurd zou zijn als ze het overleefd zou hebben. Rosette's verhaal laat zien wat er gebeurt als je als kind met angst te maken krijgt. Maar er is nog een heel andere reden waarom we met haar hebben gesproken. Want Rosette Katz werd later de persoonlijke assistent van Jules Schelvis. De man die in de rechtbank John Demjanjuk heeft aangeklaagd. Demjanjuk, hij had geen hoge rang. En als oorlogsmisdadiger zou je hem ten opzichte van andere veroordeelde naties een kleine vis kunnen noemen. Maar hij is wel heel direct betrokken bij de dood van al die mensen die samen met Ilse op 2 april 1943 in Sobibor uit de trein moeten stappen. Hij zat niet achter een bureau in Berlijn. Hij ranselde daadwerkelijk mensen de treinen uit, zoals bij die eerste trein die hij in Sobibor ziet aankomen. 1255 mensen zitten erin en Demjanjuk zorgt er mede voor dat niemand het die dag overleeft. Sinds we contact hebben gekregen met Helen Romaine in Amerika, verre familie van Ilse, krijgen we steeds meer foto's doorgestuurd. Ze komen uit de fotoalbums van Herbert, de oom van Ilse. Een heel album vol met foto's. Dat is nog eens meer dan die paar foto's waar we het tot nu toe mee moesten doen. De eerste foto. Er staan een man en een vrouw op. Ze houden elkaars hand vast en hij draagt een ring.
De man heeft een lange, wat donkere jas aan en een snor die overloopt in bakkenbaarden. De vrouw naast hem heeft een prachtige zijden jurk die in haar middel is ingesnoerd. Ik zie flonkerende steentjes langs de randen en een corsage met bloemen op haar buik. Ze draagt een soort halssnoer met parels dat ze waarschijnlijk even tevoorschijn gehaald heeft van achter de hoge kraag van haar jurk. Ze heeft opvallend kort geknipt haar. Is dit Golda, de oma van Ilse? En staat naast haar dan de opa die in de Eerste Wereldoorlog heeft gevochten? De opa van het verrekijkertje dat Ilse later kreeg? Ze hebben alle twee een zweem van een glimlach. Maar ze kijken ook wel een beetje alsof ze daar heel lang hebben moeten poseren. Wat waarschijnlijk ook zo is. Het is een oude ansichtkaartfoto. Gemaakt met een ouderwetse, wat langzame manier van fotograferen. Die met de komst van de kleinbeeldcamera in de jaren 20 en 30 is verdwenen. Sorry, ebt Helen erbij. Ik zie helaas geen namen staan bij de foto's. Ja, dat is een detail dat nog een zoektocht in de fotoboeken van Helen lastig kan maken. Want wie is nou wie? Maar er is wel een andere aanwijzing. Onderaan de foto staat in sierlijke letters de naam van een fotograaf. Ernst Bieber, fotograaf van de Jungfernstieg in Hamburg. Die naam stuurt ons wel in een richting, want hij was als fotograaf in Hamburg erg actief met het fotograferen van militairen vlak na de Eerste Wereldoorlog. En de opa van Ilse was militair. Hamburg, de stad waar Ilse de eerste 10 jaar van haar leven woonde, wordt in de maanden na de dood van Ilse heel zwaar gebombardeerd. Er blijft bijna niets over van de Joodse wijk waar ze met haar ouders woonde. Britse en Amerikaanse bommenwerpers treffen niet alleen de scheepswerven, waar de Duitse onderzeeboten worden gebouwd, maar ook de woonwijken. Holger Artus, onze vrijwillige steun en toeverlaat uit Hamburg, vertelt over de verwoesting die de bombardementen hebben aangericht. Mijn moeder woonde daar in de oorlogsjaren. En ze geloofde na de oorlog niet meer dat er nog een toekomst was in Hamburg. Ze had niet geglaubt dat er jemals een toekomst gibt. In juli 1943 vallen er in een paar dagen honderden bommen en er ontstaat op een nacht een vuurstorm die door de stad trekt. Hele wijken worden erdoor in de as gelegd. De vuurlinie is op een gegeven moment kilometers breed. Mensen worden in de schuilkelders door de intense hitte overvallen en velen overleven het niet. Sommigen die nog proberen weg te rennen kunnen geen adem meer halen door de hitte of komen vast te zitten in het smeltende asfalt dat in brandende plakken door de straten drijft. 42.000 mensen komen in een paar dagen tijd om in de vuurzee. Een deel van de lichamen wordt nooit gevonden. Hun as wordt door de wind verspreid. Als ik die beelden zie, aan bijvoorbeeld om die schule herum, daar was niets meer, gar niets meer. Of mijn moeder woonde hier kilometer van hier entfernt, daar was ook niets meer. Hamburg was compleet zerstört. Hamburg was totaal verwoest. Rondom de buurt van de school van Ilse, waar ze 3 straten vandaan woonde, stond niets meer overeind, zegt Holger. Het huis waar Ilse woonde aan de Schäferkampsallee wordt eerst door een Duitse nationaal-socialistische familie ingenomen, maar bij de bombardementen wordt ook dat huis vernietigd. Andere huizen die nog wel zijn blijven staan worden de inzet van bittere rechtszaken. Joodse families die hun huis weer terug willen krijgen te maken met nieuwe bewoners die niet van plan zijn weg te gaan. Die Joodse eigentümer worden ja enteignet door de nazi's, arisiert. En na 45 hebben die ihr recht eingeklagt. We willen onze huizen weer hebben. We willen daar wonen waar we gewoond hebben. We willen terug naar waar we gewoond hebben. Joodse overlevenden van de vervolging die met veel tegenwerking te maken krijgen. Een tragisch verhaal dat zich pas veel later heeft opgelost, zegt Holger. Eine tragische Geschichte, das hat sich irgendwann geklärt. Aber ich glaube, dass für viele jüdischen Menschen die nach Hamburg zurückgekommen sind, das schon eine Katastrophe war, Hamburg zu sehen, aber eine noch größere Katastrophe, dass die Täter, selbst wenn es nur Mitläufer waren, ihre Wohnung belegten und keiner die zum Teufel gejagt hat.
Voor die mensen was het al vreselijk om te zien wat er met Hamburg was gebeurd. En nog erger om te zien dat de aanstichters van de oorlog hun huizen bezet hielden. En niemand die ze eruit wilde jagen, zegt Holger Arthus. Nog zo en in vrienden komen. Eli Rosenbaum is hoofd van het bureau dat probeert gevluchte naties zoals Demjanjuk op te sporen in de Verenigde Staten. Hij sprak onder meer met de mensen die tijdens de opstand van gevangenen in Sobibor wisten te ontkomen. Zij zeggen bij hun getuigenverklaring bijna allemaal dezelfde zin, zegt Eli Rosenbaum in een toespraak. Ze zeggen: je kunt het je niet voorstellen. Those survivors almost always end up telling us the same exact thing. They say three words: you can't imagine. Over and over again, the survivors who try to recount for us the demented bestiality of what they made us see, of what they did to us. And again they say, you can't imagine it. Ze proberen ons te vertellen bij welke gruweldaden ze moesten toekijken, wat ze zelf moesten ondergaan. En telkens komen die woorden terug. Je kunt het je niet voorstellen, zegt Eli Rosenbaum. Hoe meer Eli kijkt naar het bewijsmateriaal in de zaak John Demjanjuk, hoe meer hij ervan overtuigd raakt dat Demjanjuk misschien dan niet Ivan de Verschrikkelijke in Treblinka was, maar wel schuldig is aan andere oorlogsmisdaden in Sobibor. Het lijdt geen twijfel dat hij daar is geweest als kampenwaarder, zegt Rosenbaum. There is no doubt he was a guard at the Sobibor death camp. To allow such a person to go unprosecuted would be to say in effect that the crimes don't matter, they're not important. Als je zo iemand niet aanklaagt, zeg je eigenlijk dat de misdaden er niet toe doen, zegt Eli Rosenbaum. In Amerika kan Demjanjuk niet worden aangeklaagd, maar als hij wordt uitgezet naar Duitsland, daar kan het wel. In Duitsland is een rechtsmogelijkheid waarbij burgers naast de aanklager kunnen gaan staan in een rechtszaak zoals deze. En een van die mensen die dat doet is Jules Schelvis. En Rosette Katz is erbij. Hij zat op de bank, ik zat naast hem en ik stelde mijn vraag. Rosette Katz is inmiddels 42 jaar. We pakken haar verhaal weer op nu ze naast een man zit die haar oom is. Hij is de broer van haar Joodse moeder die haar in de oorlog noodgedwongen uit handen gaf. Twee mensen hebben haar opgevoed alsof ze hun eigen kind was. En toch heeft die wetenschap dat ze als kind niet veilig was haar veranderd. Ze voelde onbewust aan dat de basis van haar bestaan niet vanzelfsprekend was, maar onderdeel van een afspraak. Ze werd bang. Ze wilde het haar omgeving naar de zin maken. Wanneer ze hoort dat haar oom ziek is, vraagt Rosette haar oom wat hij haar kan vertellen over haar echte ouders. En hij zei niks. Maar hij stond op, liep naar een kast die ik nog nooit open had gezien. Uit zijn broekzak haalde hij een bosje met sleutels dat met een kettingtje aan zijn broek vastzat. Met een van die sleutels maakte hij die kast open en daar haalde hij een hele ouderwetse leren tas uit. Hij ging zitten, weer op de bank. Met een ander sleuteltje van dat bos maakte hij die tas open. Die was dus ook op slot. Ik mocht nergens aankomen, maar ik zag allemaal papierwerk. Losse papieren, mappen en een album. En dat haalde hij eruit. Dat was zo'n heel ouderwets album. Als je erin knijpt, dan geeft het mee. Met van die gouden fliebertjes. Dus daar zal ook een gouden vlakje in gezeten hebben waarop stond familiealbum of zoiets. Want dat zag ik niet. Daar was een papiertje overheen geplakt. Maar daar sloeg ik geen acht op dat moment. Want hij maakte het open en bladerde, nam een schaar en knipte één foto eruit. En dat was de trouwfoto van mijn ouders. Een ansichtkaart. En die gaf hij aan mij. En voor het eerst in mijn leven zag ik een plaatje van mijn ouders. En ik draaide mij af. Hij stond heel lang met die foto in mijn hand. En toen ik mij terugdraaide naar mijn oom, was de tas alweer opgeborgen. En ik dacht, oké, nu weet ik dat het er is en waar het is. En nu kan ik nog wel even wachten. Een half jaar later komt haar oom te overlijden. En Rosette, die het nog iedereen altijd naar de zin probeert te maken, begint bij die weduwe niet meteen te vragen naar die tas.
Het leven gaat door en Rosette heeft als gescheiden vrouw met twee kinderen een baan en vrijwilligerswerk. Rosette heeft het altijd druk. Maar die tante wordt ouder en die gaat naar een bejaardenhuis. En Rosette denkt, waar zou die tas nou zijn? En mijn tante zei, maar kind, je ziet toch in wat voor een vierkante postzegel ik hier zit. Al onze meubels uit dat huis heb ik moeten wegdoen. En die tas, daar heeft nooit iemand naar omgekeken. Dus die heb ik niet meegenomen. Dat was de laatste druppel die mijn emmer deed overlopen. Met andere woorden, toen werd ik ziek. En dat was maar een godsgeschenk, denk ik nu, want toen ben ik eindelijk in therapie gegaan. Rosette leert in die therapie haar eigen grenzen te stellen. Ze kan het voor het eerst accepteren dat ze verkeerde keuzes heeft gemaakt in haar leven, omdat ze zich te veel heeft laten leiden door wat anderen wilden of door de omstandigheden. Ze hoort daarmee bij een generatie die pas later beseft welke impact de angst van de oorlog op hun leven heeft gehad. Rosette ontmoet lotgenoten die ook allemaal oorlogskind zijn en die elkaar helpen om te begrijpen wat er met hun leven is gebeurd. Ze heeft intussen ook contact met haar neef. Ze praat met hem tijdens een familiefeest. Hij vroeg aan mij hoe het komt dat ik naar al die plekken durf te gaan waar Joden zijn vermoord, want dat was ik intussen gaan doen. Want hij had een tas die hij niet eens durfde te openen. Voordat die tante naar het bejaardenhuis ging, moest ze uit het flatgebouw waar ze eerst heen was gegaan. En hij hielp haar bij die verhuizing en parkeerde zijn auto en liep naar de entree van het flatgebouw waar ze uit zou gaan en zag de container daarnaast staan. Daar lag een ouderwetse leren tas op die hij nog nooit gezien had, maar die hem aantrok op de een of andere fascinerende wijze. Maar dat ding was gesloten, hij kon hem niet open krijgen, dus hij legde hem in zijn auto, heeft 's avonds een mes genomen, zag wat erin was, durfde hem niet open te maken. Uit te pakken, legde hem op zolder. En ik dacht, het kan maar één tas zijn, dus ik zei, ik help je wel. Daar was de familie, op papier, foto's, dat album. Toen zag ik dat album terug, met dat papiertje erop, waarop stond geschreven door mijn oom, prehistorie. En op dat moment begreep ik eindelijk waarom hij mij nooit antwoord had gegeven. Dat had hij misschien wel gewild, maar dat kon hij niet. Want als je dat woordje familiealbum niet eens verdraagt, dat je dat afplakt, toen begreep ik ook wat een oorlogstrauma is. Het is het woord wat we bij zoveel ooggetuigen van de oorlog zijn tegengekomen. Oorlogstrauma. Het is de generatie van Ilse die bewust en soms onbewust de dreiging en het geweld meemaakte. De oorlog stopte. En iedereen om hen heen deed alle moeite om zo snel mogelijk weer normaal te doen. Maar voor hen bleek soms jaren later dat de gevolgen van de oorlog er toen pas echt waren. Dan moet de rechtszaak nog beginnen. De zaak waarin Demjanjuk ervan beschuldigd wordt dat hij kampbewaarder was in Sobibor. En bij die rechtszaak zit Rosette op de eerste rij, bij elke rechtszitting. En zoals we verderop zullen horen in deze aflevering, weet ze hem in feite te ontmaskeren. Niet in de rechtszaal, maar in de gang van het gerechtsgebouw. We hadden veel verwacht toen we met deze zoektocht begonnen. Maar niet dat we ook nog eens contact zouden kunnen krijgen met een familielid van Ilse. Een nog levend familielid. En dan heeft Helen niet alleen foto's, maar ook nog eens memoires. De vader van Helen, Max Martin, was de neef van Alfred Wagner. En dat is, zoals je weet, de vader van Ilse. Ze zaten samen in een concentratiekamp Sachsenhausen. En dat was allemaal nog voordat Ilse met haar ouders naar Nederland verhuisde. Het kan niet anders of Max Martin kende Ilse ook. En toen hij na een paar jaar in de Verenigde Staten ineens geen enkel antwoord meer kreeg op brieven, begon hij zich zorgen te maken. Een prater was het misschien niet, maar hij heeft gelukkig wel memoires achtergelaten waarin hij beschrijft wat hem bezighield. Helen heeft die memoires gelezen. En ze kwam de naam Alfred daarin regelmatig tegen. He writes about Alfred. I tried to dig through the memoirs and ze bracht in Duitsland veel tijd met elkaar door, zegt Helen. En ook hun moeders kenden elkaar goed. Als kind voelde ze wel aan dat er iets heel treurigs was gebeurd, maar pas toen ze de memoires kon lezen, begreep ze wat er werkelijk aan de hand was.
I knew that they had escaped from Germany, but I didn't know how awful things were for them, really, until he wrote his memoirs. I think that just wasn't something they really wanted to think about or talk about. Ik denk dat ze er niet voortdurend aan wilde denken en dat ze er ook niet over wilde praten, zegt Helen. Alfred werd dus vaak genoemd in de memoires, maar Ilse ook? Helen kan het ons niet vertellen, nog niet. Wanneer we vertellen dat Ilse een goede vriendin was van Anne Frank, wordt het even stil aan de andere kant van de lijn. Is dit echt waar? Vraagt Helen. Hoe vreemd het misschien in eerste instantie ook klinkt, de familie in Amerika had geen reden te vermoeden dat Ilse en Anne vriendinnen waren. Want hun laatste contact met Ilse was nog voor het vertrek naar Amsterdam. En daar aangekomen was Anne Frank nog altijd maar een gewoon vriendinnetje op school. Niemand in Amerika wist dat Ilse bij Anne in de klas zat. We hebben Helen nog niet verteld over de band tussen Ilse en Anne Frank, of ze appt onmiddellijk een fotootje van een exemplaar van The Diary of Anne Frank, wat ze gekocht heeft. Ilse's name is in there, schrijft ze enthousiast. En dat klopt. Vanaf de dag dat Anne haar dagboek kreeg, noemt ze ook Ilse Wagner. Daar is haar naam, meteen op pagina 4. Ilse Wagner is niet de enige van haar schoolklas die in Sobibor wordt vermoord. Haar klasgenootjes op het Joods Lyceum, Appie Reens, Sally Springer, Leo Slager, Henny Metz, Werner Jozef en Eefje de Jong zijn ook in Sobibor vergast. En Emiel Bonewit, de jongen uit haar klas die ze misschien in de barak in Westerbork nog heeft gezien, wordt op dezelfde dag als Ilse naar de gaskamers van Sobibor gestuurd. En andere klasgenootjes gaan naar Auschwitz of Bergen-Belsen, zoals Anne Frank. Klasgenootjes die de oorlog wel overleven, bijvoorbeeld omdat ze zijn ondergedoken of omdat ze de concentratiekampen wisten te overleven, komen terecht in een ander Amsterdam dan ze hebben achtergelaten. De samenleving heeft in die jaren een grote behoefte om het verleden achter zich te laten. Voor verhalen over de oorlog is weinig ruimte. Trauma en verdriet, dat zijn dingen die je maar moet vergeten. We moeten door. De naam van Anne Frank wordt door haar dagboek, pas jaren later, bekend over de hele wereld. De vriendinnen van Anne die de oorlog overleven, spelen nooit meer pingpong met elkaar. Een paar vriendinnen schrijven een boek over hun oorlogsjaren als vriendin van Anne. Maar ze gaan allemaal hun eigen weg. Eerder in de podcastserie sprak ik met Geert Smit, psychiater en bijzonder hoogleraar psychotrauma. Ik ontmoette hem opnieuw bij het ARC, het Nationaal Psychotraumacentrum, waaraan hij verbonden is. Geert Smit heeft veel te maken met mensen die tegen problemen aanlopen na een oorlogssituatie. Mensen gaan die problemen meestal uit de weg, zegt hij. Mensen vermijden om aan dingen terug te denken, met name over dingen te praten. Mensen vermijden om bepaalde situaties, contexten, spullen weer onder ogen te krijgen, omdat ze weten, dan ga ik daar weer van allerlei nare herinneringen bij krijgen. Dus mensen identificeren dat bepaalde dingen ze heel van streek brengen, zeg maar. Dus bepaalde herinneringen, bepaalde gedachten die met het trauma te maken hebben. En mensen gaan dat vervolgens zo goed mogelijk uit de weg. En dat kunnen mensen tientallen jaren volhouden, ook als ze heel vreselijke herinneringen hebben. Er kunnen verschillende situaties zijn waarin die herinneringen toch weer bovenkomen, zegt Geert Smit. En die aanleidingen kunnen heel erg verschillend zijn. Ook het feit dat mensen op latere leeftijd weer wat kwetsbaarder, wat afhankelijker zijn, kan daar ook al aan bijdragen. Soms is het zelfs een operatie, een narcose, dat mensen dan weer bijkomen en opeens met de oorlog bezig zijn. Mogelijk speelt soms ook cognitief achteruitgang een rol, dat daardoor bepaalde herinneringen eigenlijk weer meer toegankelijk worden. Terwijl meer recente herinneringen steeds minder blijven hangen, zoals dat gaat bij cognitieve achteruitgang, maar dat juist oudere herinneringen als het ware weer meer op de voorgrond komen. Dus het is een diverse, er zijn verschillende omstandigheden die kunnen bijdragen aan dat zo'n verleden dan plotseling weer zo op de voorgrond komt.
Geert Smit vergelijkt de herinneringen aan een traumatische tijd zoals de oorlog met het onder water houden van een bal. Die bal wil weer naar de oppervlakte, maar jij blijft hem omlaag duwen. En op een dag gebeurt er iets waardoor die bal ineens omhoog schiet het water uit. Die bal met herinneringen duw je daarna niet zomaar weer de diepte in. De steden op zee, de blijven vertrouwen. We hoorden eerder al het verhaal van Rosette. Haar grootvader zat in dezelfde trein naar Sobibor als Ilse. Haar ouders en haar broertje gingen op weg naar Auschwitz. En Rosette bleef achter bij haar pleegouders, die haar Rita genoemd hadden om de nazi's niet op hun spoor te zetten. Voor Rosette duurde het lang voordat ze het trauma dat ze opliep kon herkennen en er iets aan kon doen. En dan leert ze Jules Schelvis kennen, de man die als een van de weinige Sobibor overleefde. En ze besluit dat ze Jules wil helpen met zijn werk. Hij woonde in Amstelveen. Als hij me nodig had, nam ik de bus en ik ging daar naartoe. Het klinkt raar om dat van jezelf te zeggen, maar ik was zijn steun en toeverlaat. Ik ondersteunde hem hier op de foto zichtbaar ook. We lopen samen in Westerbork op weg naar de rails. Hij was al heel oud en breekbaar, dat kun je zien. Ik draag zijn tas zoals altijd, dat we uit de auto stappen en dat ik dan die ene tas neem van mezelf en die tas van hem aan mijn andere schouder enzovoort. Dat hoorde er allemaal bij. In de vorige afleveringen vertelden we het verhaal van Jules Schelvis al, of eigenlijk vertelde hij het zelf in de opname die hij maakte. Hij overleefde Sobibor omdat hij werd ingedeeld bij een groep mannen die in een ander kamp als dwangarbeider aan het werk werd gezet. Zijn vrouw en andere familieleden werden vermoord. Na de oorlog heeft Jules diverse boeken geschreven over onder meer Sobibor en hij interviewde mensen die na een opstand van gevangenen wisten te ontsnappen. Voor deze serie en voor andere publicaties zijn die interviews van Jules nu als archiefmateriaal van onschatbare waarde gebleken. Terwijl Rosette hem ondersteunt, doet Jules nog iets anders dat heel belangrijk is. In Duitsland kon je als slachtoffer of nabestaande als het ware naast de aanklager gaan staan en ook vragen stellen aan een verdachte. Een Nebenkläger. Jules is een van de internationale groep Nebenkläger in het proces dat in Duitsland werd gevoerd tegen John Demjanjuk. Vanuit de stichting Sobibor zijn er ooggetuigen vanuit Nederland meegekomen naar rechtszittingen. Het boek dat Jules over vernietigingskamp Sobibor heeft geschreven is een standaard werk geworden en wordt ook door de rechter gebruikt. De rest van de getuigen zitten in de buurt van het publiek, maar Jules heeft een andere plek, vertelt Rosette. Ze zaten allemaal op een bepaalde plek achter in de zaal, onder het balkon, voor het publiek. Maar als enige zat Jules in de zaal, aan een eigen bureau, en ik zat naast hem. Want ik was zijn begeleidster. En dat was zo bijzonder. Ik heb alles van zo nabij meegemaakt. Rosette vertelt ons dat ze aan de oorlog een zwakke blaas heeft overgehouden en voorafgaand aan de zittingen in München gaat ze nog even snel naar het toilet. En dan gebeurt het. Dan moest ik er heel eind hollen. Het was een groot gebouw. Naar het toilet, naar het damestoilet. En meermalen op zo'n tocht zag ik dan John Demjanjuk in zijn rolstoel voorbij komen, luid pratend en lachend met zijn bewaker, met zijn begeleider. Dan kwamen ze de deur binnen van de rechtszaal en op hetzelfde moment werd hij zwaar invalide. Kon niet meer blijven staan, kon zelfs niet zitten, moest op een brancard liggen. Met een pet op zijn hoofd en een zonnebril op zijn ogen. Dus nee, in de ogen hebben we hem niet kunnen kijken. Ik wel. Maar ik heb dus ook gezien dat het fake was. De rechter komt uiteindelijk tot een bijzondere uitspraak die daarna ook gevolgen heeft voor andere rechtszaken. Het oordeel is dat iedereen die werkte in de vernietigingskampen medeschuldig is aan de moorden die daar konden plaatsvinden. Sindsdien wordt elke oude man of vrouw die ooit betrokken was bij de vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd rechtelijk. Want als je in dat systeem meedeed, dan deed je mee aan de Holocaust, aan de Shoah. Met als enig doel het Joodse volk van de aardbodem te laten verdwijnen. Of je dat nou daadwerkelijk met een mes of een geweer of met een bijl gedaan hebt, doet er niet toe. Je was daar om mee te draaien in dat proces. En op die gronden is hij ook schuldig bevonden.
Rosette vertelt dat Demjanjuk meteen in hoger beroep ging. Hij wilde misschien vrij zijn. In de tijd dat het duurde voordat het hoger beroep zou dienen, hoefde hij niet meer in de gevangenis. En eigenlijk kreeg hij toen een veel grotere straf dan in de gevangenis. Want daar had hij een eigen kamer, eigen cel. De deur stond altijd open. Hij was een van de weinigen die daar zaten. De bewakers liepen in en uit. Hij had het heel gezellig. En nu kwam hij in een bejaardenoord ergens, niet ver van München. Dat was bekend. Dus de hele dag, dan dacht hij, dan kan ik een wandelingetje maken of zo, hè. Maar de hele dag stond de pers om dat huis op hem te wachten. Dus hij zat in zijn kamer met de gordijnen dicht, opgesloten. Eigenlijk was dat een echte straf. En zo is hij gestorven, voordat het hoger beroep kon dienen. Demjanjuk was dan wel de laatste dader die veroordeeld werd voor zijn aandeel in de moordmachine die kamp Sobibor was, maar hij was niet de enige. In de jaren 60 zijn de leidinggevenden van het kamp al opgepakt en veroordeeld. Mannen met name als Karl Frenzel, Kurt Bolende en Franz Wolf. Ze kregen jarenlange celstraffen. Ook Erich Bauer kon worden aangehouden nadat hij op straat door twee overlevenden van Sobibor toevallig was herkend. Hij was de man die de motor bediende, die het gas produceerde, waardoor de slachtoffers omkwamen. De Gasmeister werd hij in het kamp genoemd. Hij bekende. Hij bracht 21 jaar in een cel door en hij was meerdere keren getuige in rechtszaken tegen andere verdachten die ook in Sobibor werkten. Iemand vroeg me laatst wat ik Ilse zou vragen, stel dat ik haar zou kunnen ontmoeten. Ilse is in 1943 vermoord, daarover is geen twijfel. Maar de vraag ging meer over wat ik dan van Ilse zou willen horen. Als ze niet was vermoord, zou Ilse nu bijna 95 jaar zijn. Een oudere mevrouw met grijs haar, die we misschien met een stok of een rollator door de stad zouden zien lopen. Nu we een paar van haar vriendinnen hebben leren kennen, weten we welke onvoorstelbare en gruwelijke gebeurtenissen zij in hun leven moesten verwerken. Hanna Goslar, die in kamp Bergen-Belsen heeft gezeten. Jacqueline van Maarsen, die verder moest leven met de wetenschap dat een deel van haar familie is vermoord. Als ik hun verhaal niet had gekend, zou ik ze op straat zomaar voorbijgelopen zijn. Ik weet niet of het echt zo gemeend was, maar in de coronatijd noemde iemand die groep, dus die 90-plussers, het dorre hout van de samenleving. Wat heb je dan aan het verkeerde eind, zeg. Ik heb naast mensen gezeten die vertelden hoe het werkelijk was om tiener in een oorlog te zijn. Je stopt de microfoon weer in je tas. En de ooggetuigen zijn ineens weer die breekbare mensen van 90 plus. Ik zou me nooit gerealiseerd hebben dat hun leven, soms zelfs letterlijk, op het script van een speelfilm leek. Dus stel dat ik Ilse zou kunnen ontmoeten, dan is mijn vraag of ze haar verhaal zou willen vertellen. Haar hele levensverhaal. Alleen we weten natuurlijk dat dat niet kan. Nu is het aan ons om de levensverhalen te horen van andere 90-plussers, bij wie het nog wel kan. Van die grijze mensen met een rollator, die je op straat misschien voorbij loopt. Nog twee dingen. Allereerst, dit is voorlopig de laatste aflevering van deze serie. Maar wie weet wat we de komende tijd nog gaan vinden. We zijn uitgenodigd bij Helen in Amerika. We gaan de memoires van de neef van Alfred lezen. We gaan fotoboeken bekijken. En wie weet zoeken jullie thuis ook wel door en vinden iets of iemand. Dan melden we ons natuurlijk weer. Misschien wel met een nieuwe aflevering. Maar nog een reden dus om even op die knop abonneer te drukken. Dan komt zo'n nieuwe aflevering vanzelf in je podcast-app. Maar dan nog iets anders. In de vorige aflevering hoorde je Rosanne Kropman, de schrijfster van het boek Het Donkerste Donker over vernietigingskamp Sobibor. En ze legde uit waarom vergelijkingen met de Holocaust nooit echt opgaan. Dat begint al bij cijfers, maar ook om heel andere redenen kun je leed niet met ander leed vergelijken.
Er zijn op een paar onderdelen wel dingen die ons bij het maken van deze serie zijn opgevallen. Nederland zag nou eenmaal te laat in hoe kwaadaardig de plannen van Hitler zouden uitpakken voor Duitse Joden. Die probeerden wanhopig weg te komen uit Duitsland. Met de huidige toestroom van vluchtelingen in Nederland kun je die situatie in 1939 helemaal niet vergelijken. Maar wat je ziet is dat de argumenten die je toen hoorde zich wel laten vergelijken met de argumenten van nu. Want in het migratiedebat zijn die argumenten nog net zoals toen. Nederland moet wel streng zijn, want de rest van Europa is dat ook, en anders komen er onevenredig veel vluchtelingen onze kant op. Dat is zo'n afweging. Als we nu vluchtelingen toelaten, zorgt dat voor een aanzuigende werking, en dan komt de rest van de familie ook hierheen. Dat is er ook een. En we hebben geen woonruimte, dat is nou al een probleem voor onze eigen bevolking. En ook een afweging die nu nog steeds speelt is: wie gaat die opvang van vluchtelingen betalen? Blijft dat wel sober of leven die mensen hier in luxe? En wat je er ook van vindt, je kunt vaststellen dat we voor dit migratieprobleem in 80 jaar tijd geen echte oplossing hebben kunnen vinden. Destijds maakten debatten in Den Haag duidelijk dat de Nederlandse regering in de jaren 30 niet echt een beleidslijn had en zich door de omstandigheden heen worstelde. Migratie levert nu nog steeds dezelfde kwesties op als toen Ilse aankwam op het station van Oldenzaal aan het begin van 1939. Dit was het verhaal van Ilse, voor zover wij dat terug konden vinden. Ze heeft dus nog verre familie in Amerika en hoe mooi is dat? Ze heeft een foto, we weten nu hoe ze eruit zag. En wat van haar leven weggegumd was, hebben we voor een deel weer kunnen invullen. Laten we blijven zoeken en als je iets vindt, geef het aan ons door via weggegumd.nl. Wij zijn Audiodroom. Deze podcast is in opdracht van NH Media. Bij het zoeken kregen we hulp van stichtingen, archieven, deskundigen en hoorden we persoonlijke verhalen. Onze sponsoren zijn uitgeverij Ploegsma, communicatiebureau Havana Orange, de stichting Levi Lassen, het Letterenfonds en het V-fonds. Zonder al die hulp hadden wij Ilse's verhaal niet kunnen vertellen. Dank jullie wel. De muziek is van Mark Lowenstein en werd opgenomen door Gijs Vriezen. Voor deze serie hebben we gebruik gemaakt van een groot aantal boeken. Op zich al ongelofelijke verhalen om te lezen. De titels vind je in de show notes. Als je de eerdere afleveringen van deze serie niet wilt missen, abonneer je dan en laat ook even een reactie achter, want we horen graag wat je vindt van deze serie. Meer informatie over onze zoektocht vind je op weggegumd.nl. Bedankt voor het luisteren.